Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een iets of wat specialere video. Ik ben hier namelijk vandaag op een server. En we zijn hier namelijk vandaag op Mixamcraft. En ik heb ook eigenlijk de owner aan de lijn. Hallo, Maxime. Hallo. Hallo. Dus ja, zoals velen misschien al denken, dachten van... Jens, je bent met een geheim project bezig. Kan dat? Maar dat is niet echt een geheim project. Maar ik was wel eigenlijk namelijk Maxime aan het helpen met zijn server een beetje. Dus ja, hetgeen zoals jullie in het vorige filmpje zagen, dit is namelijk dus hoe de server er volledig dus al uitziet. Daarachter zijn... Wat zijn die torens eigenlijk? Die grote grijze? Ja. Dat heb ik eigenlijk zelf niet. Ja, oké, er gebeurt nog zoveel op de server. Dus ja, hetgeen waarmee ik eigenlijk vandaag ben, is namelijk om jullie een beetje te laten zien in de server zelf en jullie aan te kondigen dat de server, wanneer dat deze video online is geweest, dat deze dus namelijk eigenlijk de woensdag, de 31ste van augustus, volledig om 6 uur zeker, hè? Ja, s'avonds. 6 uur in de avond, dus om 18 uur eigenlijk volledig open is voor publiek. Dus dat jullie er zelf eigenlijk in kunnen. Natuurlijk staat alles hieronder in de beschrijving. Dus ja, als jullie binnenkomen, kunnen jullie zogezegd een ticketje komen halen. Ja. Is deze kassa open? Ja. Hallo. Oh, ik... Ja. Oké, bedankt voor de tickets. Dus kijk, dat is trouwens nog een mod van ons, Ruben. Hallo, Ruben. Dus ja, hetgeen wat we hier eigenlijk hebben, zijn een paar attracties. We zijn nog eigenlijk volle patrol bezig. Dus ja, zoals jullie kunnen zien, hebben wij verschillende dingen. We hebben namelijk een monorail, we hebben hier Nemo, dat is namelijk een soort van waterachtbaan. We hebben wc's daaronder. We hebben van alles en nog wat, waterglijbanen, rare torens. Er zijn nog niet zoveel attracties. Ja, nog niet zoveel attracties. Nog niet zoveel attracties. Er zijn wel al, zoals hier, zijn er zo een paar van die witte-achtige. Hetgeen zoals jullie in het filmpje hebben gezien, is namelijk deze is een volledig goed werkende, hangende attractie. Dus dan kun je in een karretje lekker hangen aan het sporen. Dus hier is hem juist aan het gaan. Dus zo gaan jullie hem zien daaronder gaan. Zie hem. Dus ja, de server is namelijk van versie 1.8, maar jullie kunnen hem namelijk shownen in 1.8, 1.9 en 1.10 en zelfs tot 1.10.2 kunnen jullie hem shownen. Het is wel een 1.8 server, omdat het is met treinkarts en treinkarts werkt enkel met 1.8 en Op de server zelf is er namelijk ook een / jukebox, dus zoals de plugin die ik ooit heb uitgelegd, link staat hieronder in de beschrijving. Haha, zelf reclame. Dus met de jukebox kunnen jullie namelijk eigenlijk ook muziek, met jukebox kunnen jullie dus namelijk muziek te horen krijgen op de server. Dat moet ook nog volledig opgezet worden. En dat allemaal op één dagje. Jij, en wat? Ja. Dus ja, wat kunnen jullie namelijk op deze server verwachten? Heel eenvoudig dat jullie gezellig kunnen rijden met een treintje. Dus dat je eigenlijk ook achtbanen kunt doen. We zijn nog hard aan het werk met verschillende mods. Nu zijn er nog niet zoveel mods online, maar we zijn van plan om alles zo goed mogelijk klaar te krijgen. Kom gezellig allemaal naar deze server. Ik ga er normaal gezien ook redelijk vaak online op zijn en ook op mijn eigen server. Want ik denk dat jullie het allemaal nog niet weten, vooral de kijkers van mijn kanaal gaan dat lang nog niet weten. Denk ik dat op mijn server, daar zijn eigenlijk ook iets van plan. Jasper heeft namelijk tegen mij gezegd gehad dat er eigenlijk van alles gaat komen en gaat gebeuren met onze eigen server. Onze eigen server is ook weer open, maar er is ook een geheim project eigenlijk aan bezig. En ik heb al vrij veel gezegd, dus dat is een geheim project bezig. Heb je nog iets te zeggen, Maxime? Wat de mensen moeten weten van jouw server? De opening is dus om 6 uur 's avonds, morgen. Mm-hmm, ja, eigenlijk de dag dat de video uitkomt. Vandaag. En kan ik nog een paar ritjes doen ofzo? Wij maakt het niet uit. Wij kunnen altijd, hier kunnen we de foto, hè. Wat? We hebben een fotoplek, echt. Wie is dat eigenlijk? Is dat een mijner? Dat is een mijner. Nee, dat is een mijner. En meer, ik zie allemaal helemaal lege bordjes. Kan het? Dit is nog altijd een beetje een aanbouw, dus daarom dat het... Ik denk dat het toch niet echt voor de bezoekers zelf is, of wel? Nee. Ik probeer af te werken nog, maar... En we zijn boven aangekomen. Doe de handen omhoog. Ja. We raken het plafond. Oh, we gaan ook nog hangend gaan. Ja, het is zo een wisser onder aangedaan. Dat is chic gedaan. Wow. Nee, dit is niet chic.
We zijn bij het volgende stuk aangekomen. Zoals u rechts ziet, ziet men TNT. Bij het volgende stuk ziet men allemaal doodshoofden. Als we dan doorgaan naar het volgende gedeelte, ziet men nog meer TNT en ene die wegloopt. We komen dan bij een lift hill. Dit was uw geest, yes. Ja. Ah, het zweeft. Dus ja, we zijn op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het een heel fijne video vonden. En sowieso het IP-adres hieronder eens gaan nakijken voor Mixamcraft. Bon. Heb je nog iets te melden? Nee. Nee? Nee, oké, dan zijn we gewoon op het einde gekomen. Tot morgen. Ja, tot eigenlijk vandaag, hè. De video komt vandaag uit. Haha. Dus ja, als jullie het een heel fijne video vonden, gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Mijn naam was Jens. Is Jens, niet zoals altijd was Jens, zeg ik. Ah, hoi Ruben. Hij weet misschien zelfs nog niet eens dat hij in de video is, maar hij zit nu wel in de video. Dus ja, als jullie... Mijn stem is weg. Dus ja, als jullie dit een heel fijne video vonden, gelieve dan een blauw duimpje omhoog te smijten. En wij zien jullie wel in de server, hopelijk, en op de volgende video. Bye. Dat was het einde. Mag ik doei zeggen? Je mag doei zeggen. Doei.